Yo mensen, welkom terug bij Mass Effect Andromeda op mijn kanaal. Inmiddels aflevering 44, we hangen in space bij de Nexus en hier gaat de missie van Track verder. Er gaat best wel veel verder, zoals je links in beeld kan zien, allemaal witte markeringen. Maar van er eentje oranje, want die staat aan, dat is de missie van Track. Sterker nog, lopen twee dingetjes van Track. Hij heeft me namelijk bedankt voor het feit dat we hem de vorige keer zo goed hebben geholpen. Daar hebben we ook een trophy voor gekregen. Zijn loyalty missie was afgerond. En hij zei, yo, misschien na deze shit moeten we eventjes rusten en samen een drankje pakken. Dat heeft hij dus ook gedaan in een mailtje. Hij heeft me uitgenodigd om naar Kadara te gaan. En daar gaan we dat dan dus ook een keertje doen. Maar voordat dat zover is, gaan we eerst naar de docking bay op de Nexus. Omdat daar ook, zeg maar, een soort van iets wordt afgesloten voor hem. A future for our people. En dat gaat over zijn levenssoort. Dus laten we er gewoon heen gaan. En dan zien we wel welke missie de dag gaat beginnen met Drak. Alright, daar zijn we dan op de Nexus. Even kijken waar we exact heen moeten. Review evidence against Spender. Ja, ja, die shit liep nog steeds. Wist je nog die, die Scrambler? Pathfinder, this is Nexus Control. Oh. Convicted murderer Nilkin Renfus, exiled for his role in the killing of security chief Hiram Reynolds. This is HNS. Het ging om die Scrambler. Wist je nog dat we dat appartement hadden geïnfiltreerd en daar een beetje rond hadden geneusd en een Scrambler hadden gevonden omdat we iemand op het spoor zijn? Als het goed is zijn nu de resultaten binnen. Dat is dus dat stukje quest dat verder gaat voor Drak. Ik weet ook niet wat daar vervolgens nog doorgaat hoor. In de tussentijd trouwens, Phoebe heeft me een mailtje gestuurd. Zij was toch bezig met die scanner van Pak. Dat is inmiddels gelukt en ze heeft dus een nieuwe locatie, een nieuwe vondst. Die missie van haar stond op on hold en dat is dus nu voorbij, want ze heeft iets gevonden. Dat moeten we gaan inspecteren op een, ja, een nieuwe system, een nieuw stelsel. Dus dat gaan we ook zeker doen. In ieder geval allereerst hierheen. Speak with Drak on the Nexus. Drak will want to see this. Ben benieuwd. Dit is dus eigenlijk bewijs tegen die Spender als het goed is. Ja, daar is hij. Pathfinder Rider. Wat? Hey Wilma. Kijk, op je moeder staat er. My team and I surveyed Eos thoroughly and even stopped the storms. I'm worried. The rest about is up to the outpost. Can't find but the old threats are gone. Then we defend. You just keep the Pathfinder safe and the we've got everything we need on Spender. I've been waiting for this moment for nearly a year. Ready? Yes. Let's go confront Spender. Be nice to bring his head back to Morda on a pike, you know, as a gift. I'm seriously tempted to let you do that. You better not be joking, because I absolutely will. Drak is zo lekker heftig. Laten we kijken wat er gebeurt. I didn't have a choice. Arone said they'd kill me. You helped the mutineers, Spender. That was a choice right there. All you had to do was ask for help. Instead, you put everyone else at risk to save yourself. People died because of you, Spender. They said no one would get hurt. I didn't hurt anyone. It's not my fault. You're done now, buddy, and with any luck, they'll give you to me. Everything the Pathfinder's saying is true. Here's the proof. A scrambler packed with logs and credit transfers to exiles. This has been going on since the mutiny. He's been altering files, stealing supplies, communicating with them. We have a confession from Arone, one of the exiles. Arone. On the record this time. We've been working with Spender since the mutiny. He armed us. And now he keeps us supplied. As long as we keep heat on the Krogan. I don't know why he hates them. But he really hates them. I can't even begin to fathom the damage he's responsible for. Like your hands are clean, Kandros? We all wanted the Krogan gone. I just made it easier.
The exiles think I work for them, just like you think I work for you. That's what real politics looks like. Right under our noses. God damn it, Spender! The Krogan are gone. Spender forced their hand. And you let him do it. Damn it. Damn it! Tan was on my ass about the Krogan so much, I let myself be blind to Spender. You're getting a chance to fix this now. Let's start with taking our side when my clan tries to negotiate a better deal with Tan. You need us, and frankly, we need you. You're right. I'll back you up. We'll do it right this time. So, what about him? Jail, man. Fuck Exile. Lock him up. He won't be the last, but he'll make a fine example. You're just gonna throw me in a cell? Could be worse. We could throw you off the station. Think about that for a moment. Thanks, Ryder. You have no idea how glad I am this business is settled. Wat ik wilde zeggen is, ik zou hem best graag gewoon van het station af willen tieven, maar ik heb het idee dat hij dan nog overleeft en misschien harder kan terugslaan zodra hij buddies of een crew vindt en daarom pleur ik hem maar in de gevangenis. Ik hoop dat dat een goede keuze is trouwens. Ach ja, anders kan ik er toch niks meer aan veranderen. We gaan even hier kijken. Ik kan dit niet pakken, oké. Nou, deze missie zit erop. Eens even kijken wat er nog te doen valt. Sowieso kan je gewoon kijken naar Helios Assignments en dan de Nexus om te kijken wat er nog allemaal loopt. Meet with Sid. The Hacker Sanctuary on Kadara. Oké, daar ben ik wel benieuwd naar. Daar hebben we trouwens laatst toen ik namelijk hier de Nexus opkwam een melding van gehad. En daarom ben ik er wel benieuwd naar. En daarna denk ik dat ik hem weer peer van de Nexus. Het loopt zat shit namelijk. We kunnen Phoebe's missie doen. We kunnen compleet andere stelsels in. We kunnen landen op die kapotte planeet. Oh, niet daarheen. Daarheen. Die kapotte planeet waar de zwaartekracht compleet fucked up is. Het lijkt één gigantische maan volgens mij. Zat mogelijkheden. Er zijn natuurlijk ook altijd priority ops. Dus we moeten maar echt kijken wat we precies gaan doen. Verder met de CAT-missie, heel veel dingen staan op on hold. Het is echt gewoon nu een keuze van wat willen we doen. We maken hoe dan ook progressie wat we ook doen. Maar het is gewoon kijken wat we eerder willen doen. En waar ik ook zin in heb. What the fuck? Angry woman? Waar is je haar dan? It's you. You, Pathfinder. I have a word or two for you. Is there a problem? Your father is my problem. He's everyone's problem. Hij is dood, Mughal. We're all paying for Alec Ryder's ego. He preyed on Jean Garson's trusting nature and bulldozed us to this godforsaken place. Now she's dead, and we'll all soon follow. Hey, my dad died for this dream. He was trying to fix things for all of us. Some dream. He fixed us all right. Go to hell, Pathfinder. Fuck you. Good wife. Eens even kijken. Nou, van haar kwam die oproep. Captain Dunn. Sorry to call you in, but this is best handled discreetly. Talk to me. Short version. One of Harry's medtechs snuck a relative on board. Woke them up, cut them loose. Turns out this relative has a rare illness. Not contagious yet, but in the later stages. Does Tan know about this? What? No, absolutely not. Tan's office is an informational sieve. This gets out, we'll have a station-wide panic. Besides, this is a Hyperion matter. My responsibility. That makes it mine too, doesn't it, Captain? Thank you, Ryder. Please keep this to yourself for now. The only way this ends without major losses is if we handle things before the rumors get out. Right. I'll look into it. Good. Talk to Harry. He can brief you on the details. Let's bring this under control before it's too late. Wow, een random ziekte. Veel te kut.
Deze missie gaat dus automatisch verder. Ik heb 530 XP gekregen en ben daardoor ook blijkbaar weer level up. Wat me level 32 maakt. En 6 skill points erbij. Maar wat doet Phoebe hier? Nah, just caught up in my own thoughts. Got a lot of them. But, hey Ryder, taking a stroll? Something like that? I just wandered over from the Nexus myself. That place bores me. It's not the same. There's hope now. Hope is good. I spent over a year stuck there. Well, when I wasn't exploring Eos. And I know things are getting better. More lively. But there are too many bad associations. I probably won't hang out there much. Okay. Die Andromeda Initiative. Ik zie nu pas hoe fucking vet het is dat er hier gewoon zo'n ruit in zit dat je naar space kan kijken. Hier moeten we doorheen. Ik weet trouwens niet hoe het gaat met Sarah. Hey girl. Hey. You're probably wondering how things have been going. Yeah, feeling a little out of it. I know you're Pathfinder, but not much else. Did they make you president of the universe too? Well, the big vote is tomorrow, and I'm here to make sure every comatose patient has their say. Vote Ryder. Ha ha. So what have you really been up to? In a nutshell, we found an alien terraforming network that spans the cluster. We're going to reactivate it at some place called Meridian. Wow. That all? Nope. There's also a race of aliens called Ket that wants to turn all of us into them, and their leader, a guy named Archon, wants me dead. Right. Maybe taking a long nap wasn't so bad. Damn. You should know. Dad was keeping some secrets from us. How do you mean? First off, Sam's a lot smarter than he let on. Also, his connection to Dad, and now me, is way more powerful than the other Sams. I never knew that. What was Dad up to? Dad encrypted memories in Sam. I've started unlocking them. What were they? Mom was calling Dad on the Citadel, the day she told him she was sick. Poor Mom. Yeah. Still trying to figure out what it all means. Nou, genoeg gesproken. Well, I should let you rest up. Yeah, only way to recover from a coma is getting more sleep. It won't be much longer. At least take some pictures of Meridian for me. I can pretend I was there. Nou, dan maar even praten met deze dokter. Good you're here. Dunn briefed you. Sick person loose on the station is bad enough. I wish that's all there was to it. Before we left, my medtech Charlie helped his aunt sign on to the initiative program. He cheated the screening process? Yeah, she has TH314. Deadly, highly contagious in the latter stages and jumps across species. It was dormant, but flared up when Charlie woke her. He just assumed it was stasis sickness. There's no cure, no vaccine. It's deadly in its final stage, and she's off-grid. She's a problem. Damn. We need to make sure she's brought in and no one else is infected. I want to put her well-being above all else, but we have to consider the implications. Making sure TH314 doesn't spread is the top priority, no matter what. This one isn't going to be easy. Anything else I need to know? Be quick but discreet. We can't panic the entire station over this. I only have a whole space station to search. Discreetly. Check. Could be worse. She could be off station and potentially infecting the Angara. Try customs first. Even with fake medical clearance, she had to go through there like anyone else. Dr. Carlyle has granted me access to Ruth Becker's profile. The file includes her physical description. That'll be useful. Thanks, Sam. Wat vreemd dit, jongens. Verwacht je eigenlijk gewoon verder te gaan in de story? Blijkt er een gigantische ziekte uit te breken op de Nexus door een of andere gecheate screening process? Veel te kut. Voordat we trouwens naar de docking bay gaan voor deze missie, ga ik naar Journal en ga ik een missie aanzetten. Die heeft te maken met Sam. Eindelijk een keer. Ik heb dat zo lang niet gedaan. The Ryder Family Secrets. Ik heb zo lang niet die memories omhoog gehaald. Dus we gaan eens kijken wat dat mij gaat opbrengen.
Daarvoor moeten we naar deze plek. A hostage crisis in hydroponics ended after Nexus security forcibly removed protesters, resulting in numerous injuries. Is HNS. Ik heb ook al super lang voor deze missie trouwens niet van die memory triggers opgepakt op planeten in de free roam sessies. Dus die balk is nog niet vol, maar daarnaast heb ik wel verschillende memories vrijgespeeld en daar ben ik toch gewoon wel benieuwd naar. Dus laten we eens kijken. Het is sowieso een hele aparte ruimte dit. Ryder, one of your father's memories is available. Let's see it. This memory is from when your parents returned to Earth, after your mother was diagnosed with her disease. It's simple. We take Sam. Who? I named the AI. Simulated Adaptive Matrix. Sam. We use your research and interface Sam with an implant. My work on biotic implants was yielding results, but this... I don't know. What did the doctor say? Alec. What did he say? It's getting worse. There's your answer. This will work. Sam can fix you. Alec, I'm not some war you have to win. You're not an N7 anymore. That doesn't mean we... They kicked you out of the Alliance for this. We're talking about your life. Alec, did you ever consider that maybe it's my time to go? I'm human. We die. It happens. Ellen, please. Losing you is not an option. The kids aren't gonna lose their mother. God knows they never had a father. Then give them one. They just asked for a refund. So can this Sam talk yet? Hello, Ellen. Why did the tree go to the dentist? To get a root canal. Humor algorithms. I can't seem to get the hang of it. Or maybe it's the guy teaching them? Super sad dit eigenlijk. Misschien een beetje kippenvelgevend, zeker als je het misschien betrekt met je eigen leven. That felt so real. Mom was right there, alive. It was the first time I met Ellen. My education on human mortality began that day. Your mother seemed prepared to die. But Dad wasn't ready. Mom was just trying to prepare him. Even though all human beings one day expire. Yeah, but when it's someone you love, it's not that cut and dry. I'm beginning to understand where your father's resolve came from. Private audio logs are now available in your father's quarters. Your progress as Pathfinder has unlocked an additional memory. Spill more. Let's see it. This memory is of a family gathering on Earth. Finally, the Ryder clan in one room. It feels like it's been years since we were together. Or more. Well, I'll take whatever I can get. I've missed you two. How are you feeling, Mom? No, we're not doing that. There's only one rule for this visit. No talking about me. I'm fine. And when I'm not, the pills help. Deal? Okay. Good. Let's talk about something else. Alec? Really? Well, you're both looking taller. Yeah, Dad, that does tend to happen. Right, I know. So, I heard the Alliance has a new Mako in the works. Yeah, word is they can airdrop this one from a ship. I know. They're saying we might get one on our next expedition. You still poking around the attic in Traverse? It's amazing. We think we might have found a Prothean site. No artifacts yet, but we're still digging. I remember the day they found the first ruins on Mars. Changed my life. We knew for sure that aliens were real. We just had to go find them. Yes, every day I wake up, I'm looking at a Mass Effect relay, and I keep thinking, what's on the other side? Don't lose that. The minute you stop wondering what's beyond the mountain, you die a little inside. No chance of that. It's in our blood. You infected us. What was it like, Dad, when you went through that first relay? Don't believe the stories. The Charon relay scared the shit out of us. Admiral Grissom included. Why don't we go have this dinner your mom's been slaving over all day? I'll tell you all about it.
I remember that. Mom complained the Ryder clan was never in the same room at the same time. Odd, considering you were family. That's all you need to know. Dad wasn't much fun to hang around with. The awkward silences could last for hours. Yet you shared a common interest. Yeah, good or bad, your parents rub off on you. A form of symbiosis? Sure, I suppose. Though not always beneficial. It gave rise to you. Jury's still out on that. Nevertheless, the emotional bonds among family became clear to me that day. I detect additional memories, but they are currently locked. They may yet hold answers. Okay, I'll keep working on it. Nou, dat was het alweer. That's all for now. Of course. Tijd om dus gewoon verder te gaan met de memory triggers die eigenlijk in heel Andromeda zijn verspreid. En voor de rest heb ik hier zo ongeveer wel alles gedaan. Al loopt er nu wel weer een nieuwe missie, namelijk over die ziekte. De docking bay, we gaan terug naar de Tempest en op de Tempest gaat eigenlijk automatisch die story verder. De story waarvoor we naar Lexi toe moeten. Loopt eigenlijk al best een tijdje. Ik had net buiten de opname, zeg maar voor deze part, gesproken even met Lexi en die datapad die we hadden opgepakt op de grond bij dat ontplofte catship op Eladen. Blijkt een soort datapad te zijn met een vingerafdruk. Alleen we hebben dus nu een vingerafdruk van een cat nodig. En dat bleek nogal lastig te zijn. We gaan eventjes praten met Lexi aan boord. Oh ja, tuurlijk. Maar dan wel straks. Dus we gaan even na dit gesprek met Lexi eventjes met Callo praten. Oh, trouwens, mochten jullie daar benieuwd naar zijn. Dit is mijn eigen slaapkamer natuurlijk. En we hadden toch laatst die quest afgerond dat we een huisdiertje hadden. Dat klopt, we hebben dus nu een huisdiertje. Kijk maar, je kan gewoon zo kijken naar hem. Hallo! Ik heb een eigen space rat. Hij gaat zich schoonmaken. Cute. Laten we naar Lexi gaan. De dokter van het ruimteschip. Got your memo, Suvi. Data's right here, but I'm not sure what you're expecting to find. Tell me you have it all sequenced. Yes, of course. It was the first thing I... Perfect. Sam, can you test combinations of sequences against the lock? Testing. Brute force, Dr. Anwar? Tried and true methods. And with Sam's processing speed, it should take no time... Key found. Whoa. We thought it was a data log, but it's not. It's... It just locked onto a transmission. Does it compromise our security? The device is a receiver. It will not reveal our location. This transmission is audio. The Archon has abandoned our way. Spurns tradition, defies protocol. He abuses his authority, obsesses over remnant secrets, and keeps us cut off from home. This cannot continue. He will return to the Path of Right or be destroyed. This is my promise. An Archon stands tall only while we hold him up. Wow, okay. Someone's gunning for the Archon. I'd say that's something we can exploit. You don't mean try to make some kind of deal? Don't know yet. What else is in the transmission? It's the same stuff. It repeats. I wonder if there's a way to trace the signal. Scanning for nav point. I'll transmit it to your Omni-tool, in case you want to check it out. What do you think we'll find out there? I don't know. It might be a base of Ket dissidents organizing against the Archon. Whatever it is, please be careful, Ryder. Ben ik toch altijd, joh. Wauw, dat bevindt zich ook weer aan Eos. Damn, die had ik even niet zien aankomen. Vooral omdat er zoveel op Eladen afspeelt. Dat is ook echt een pittig grote planeet. En dan is dit weer op Eos. Niet dat dat verkeerd is, hoor. Ik bedoel, we zijn toch bezig. Het is een best belangrijke missie. Het is een missie die valt onder de Allies and Relationship missies. Voordat we dit trouwens gaan doen, wilde Callow met me spreken. A real victory. Our Ark back at the Nexus. I'd almost given up hope. The Ket won't touch the Parchero again. The militia will see to that.
losing Pathfinder Reka is a blow. So many Salarians joined the initiative because of her. But you did your best. Did you need me? If you helped to build the Tempest, you must know plenty about her. Just about everything. By memory, it was quite the effort to get her working. The initiative needed absolutely up-to-date technology, which we all had to coordinate, and some of it was rather tricky to acquire. Acquire? Buy, legally and above board, of course. Yes. Sadly, the other Pathfinder vessels were lost when the Scourge hit the Nexus. The Tempest is truly unique. I'll let you concentrate. You know where I'll be. Ik zal hem inderdaad binnenkort even vragen waarom Gil en hij, of zij, ik weet niet wat Kello is. Kello is volgens mij vrouw. Waarom ze steeds ruzie maken. Het is echt constant, gaat het maar door. En het is zo onnodig. Wat hebben we nou aan ruzie aan boord? Nothing. Oké, aangekomen bij Eos. Voordat we daadwerkelijk Eos opgaan, klik ik de Galaxy Map weg, zodat Eos gewoon hier hangt. En dan gaan wij eventjes naar de Strike Missions, omdat daar weer twee nieuwe van zijn. In ieder geval binnengekomen. Oh, 3 cells. Sick. Oeh, weer failure. Zonde, man. Level 16 gaat daarheen. En die gaat daarheen. Nice. En ik denk dat ik een nieuw team ga aanmaken. Recruit team. Kan het? Ja, het kost 120. Ja, het zal maar moeten, hè. Weer een nieuw teampje die ik erop uit kan sturen. Zo, en hier halen we eventjes alles van binnen. Dat is echt fucking veel, zoals je ziet. Nou, tijd om naar Eos te gaan en al die shit te vervolgen. Descent is green. Coordinating, path is calm. Welkom allemaal. En deze aflevering 44. Het lijkt voor mij, aangezien het RAW bestand al 30 minuten is, dat ik veel heb gedaan. Maar eigenlijk hebben we nog niet zoveel gedaan. Valt reuze mee. Dus we gaan nog echt wel eventjes iets doen aan de outro van deze part. Even kijken waar we mee te maken. Laten we maar gewoon daarheen gaan. Het is hier bovenop namelijk. Ik ben heel benieuwd wat we daar aantreffen. We gaan er met een Nomad heen. En daarna denk ik toch wel dat ik in de volgende aflevering geïnteresseerd ben in die quest van Phoebe. Daar gaan we ook een trofee voor krijgen trouwens. Omdat zij dus een speciale signal heeft opgespoord met haar nieuwe uitvinding. Die Remnant Tag, die soort robot, die Pog. Die heeft iets gevonden en we moeten dat signaal gaan traceren. En daar ben ik gewoon benieuwd naar, simpelweg. Dus dat gaan we dan ook zeker doen.
Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Oh yay. En nu dan? Moet ik hier serieus onder de grond zijn? Dat ga je niet meenemen. Want volgens mij kom ik hier voor geen mogelijkheid onder de grond. Kijk maar, dit kan ik niet besturen, niks. Het is niet eens iets. Dus hoe de fuck ga ik daar beneden komen? Misschien door middel van een grot of zo? Ah, misschien een grot. En inderdaad, joh. Nice work. Loot from our outposts. And an Ark escape pod? Where did they get that? They're not keeping it. We need an up close scan. Ah, hebben we toch nog actie in de outro van deze part. Top. Eens even kijken. Zo, best wat enemies hier. Pol. Nice, die is neer. Kijk, hem in de verte daar. Nice, goede headshot op die afstand ook. Wat is dit voor area? Watching the corners. These caves could be a good shelter if people need it. Hmm. Gets us away from the sun for a while. Ik ben hier echt nog nooit geweest. Dus ik kan animal materials discoveren. Plus het is gewoon interessant ook voor mezelf. Ik ben hier simpelweg nog nooit naartoe gegaan omdat ik er nooit naartoe durfde. Ik was nooit sterk genoeg. Nou wel, ik ben inmiddels level 32. Ik kan zelfs nog meer skills investeren. En nou kan ik er eindelijk een keertje heen. This is the nav point Suvi gave us, but there's nothing here. Just this beacon. Transmission's probably routed through a bunch of these. If I was spouting treasonous nonsense, I'd be careful too. Wow, track the signal to the second relay. Dus ook dit gaat weer verder. Wat de hel? Oké. Dus we hebben nu ook weer een tweede markering. Hopelijk is dat niet in een grot. Dus het is weer een zoektocht. Ik ben benieuwd wat de fuck er hier is dan. Kan ik dit scannen of iets? Nee, alleen containers. Yo, what the fuck? Stasis escape pod. Looks like they found it drifting and brought it here. I'm not able to extrapolate point of origin, Pathfinder. But the Ark could be intact, like the Hyperion. Let's hope so.
Nou, laten we daarheen gaan. De volgende markering. Dus de eigen markering kan ook uit nu daardoor. Finally getting under his skin. Oh wauw, het blijkt hier boven te zijn. Ja, hoe ga ik daar zo 1, 2, 3 komen? Heads up! Vieze headshot ook. Wat de hel was dat? Oké, doei. Wat was dit trouwens? Titanium? Let's see where this beacon leads us. Dat is best wel zeldzaam, lijkt me zo. Volgens mij zijn de enemies neer. Er zit ook een shield omheen, dus daar kan ik helemaal niet langs. Aha, hier is een generator waarmee ik het kan uitzetten. Top. Wow, what the fuck is this for missie? Track the signal to the third relay. I have located another node on this network. Updating your Omni tool with the information. Man, Eos is zo groot en cool. Ik denk dat het hier is, hè? Die ging veel te hard. Wat en neer. Dankjewel voor het kijken. Nou, aflevering 44 van Mass Effect Andromeda. Dankjewel voor de support. En ja, dit ga ik gewoon maar doen in het begin van de volgende aflevering. En dan zullen we uiteindelijk ook Phoebe's quest vervolgen. Tot de volgende episode. In ieder geval nog geen enkel einde in zicht. Ik ben benieuwd hoe lang dit avontuur zal duren. Later.